Hey kijkers van Dus David Games. Wij zijn alweer bij deel, ik geloof 21, ik weet het niet zeker. En zoals ik gezegd heb, je hebt Thomas gezien, je hebt Timo gezien, je hebt Gijs gezien. Maar het is tijd voor de kijkers. En wij staan hier met Lisa 8. Hoi Lisa. Hoi. Hoi. Je had je Skype achtergelaten in de reacties en je had zoiets van, ik doe mee. Ja. Cool. En jij bent ook echt een Minecrafter? Ja, best wel vaak, bijna elke dag. Mag je gewoon zeggen. Vertel in het kort eens even iets over jezelf. Nou, ik ben dus Lisa. Ja. Dus Lisa en dus David. Ja. Ja. En ik ben 12 jaar. En ik heb zelf geen gamekanaal of zo. Oh. Maar ik kijk het wel heel veel games op YouTube. Cool. En wat zijn je favoriete kanalen, behalve DDG? Noem er één. Een gamekanaal, Ronald zal blij zijn. Hey, net toen we even aan het praten waren, toen had jij het over dat jij... Kijk, dit huisje is nieuw trouwens, dat heb ik gisteravond gebouwd, buiten de opnames. Maar jij vertelde dat jij katten hebt, maar je hebt ook allemaal andere dieren. Wat zei je ook alweer? Je zei iets van koeien en nijlpaarden en zo. Wat heb je allemaal nog meer thuis? Schapen, kippen, honden. Dus eigenlijk, we hadden al bedacht dat we vandaag een jungle tempel gingen zoeken. Maar eigenlijk had ik beter kunnen vragen of je even mijn farm zou kunnen afmaken. Want dat, ja, daar ben je toch wel geschikt voor dan. Mm-hmm. Ja, maar dat doen we niet. Nee, kom, wij gaan lopen, denk ik. Het is echt een end, hoor. Dus ja, we moeten eigenlijk iets hebben waar we ondertussen over kunnen gaan hebben. Wat vond jij mijn slechtste video ooit? ja. Slechtste? Ja. Oké, dat is een hele moeilijke vraag. Ik hou wel meer van games dan van als je gaat vloggen. Oké, mijn hoofdkanaal is gewoon kut. Daar houden we op. Wat vind jij de leukste video? Zeg maar tot nu toe. Ja, van mij dan, hè? Niet van een gamekanaal. Nee, ik vond de grappigste wel van Hans de Kip. Oh, dat is leuk, want ik heb net eentje geüpload. Dat is Hans de Kip 2. Hans de Kip komt terug. Wist je nog niet, maar hij komt terug. En tegen de tijd dat mensen deze video zien, is Hans de Kip dit deel 2 al geüpload. Dus dan is het helemaal geen verrassing meer. Oh, spoiler alert. Maar dat maakt niet uit. Oké, cool. Dus ja, en je hebt dus geen eigen gamekanaal. Nee. Je hebt zoiets van, boeien, ik kijk gewoon. In plaats van wat je het zelf doet. Ja, ik zit nu nog in de brugklas. Dus dan ben ik nog best druk bezig met school en zo. Ah, dat valt toch ook wel mee. Hoeveel uur ben je kwijt? Nou, deze week niet zo heel veel, want ik heb ESL week. Ja, kijk, daar ga je al. Had je het hele kanaal al kunnen starten? Nee, ik maak een grapje, joh. Nee, maar ik werk zelf 40 uur per week. En daarnaast maak ik eigenlijk nog een aantal video's per dag op Dus David Games. Ik heb een vriendin en ik ben het hele weekend vaak onderweg. Al met sponsors praten, met weet ik veel wat, andere YouTubers meeten. Dus ik weet wel wat druk is, zeg maar. Maar ik weet ook wel, toen ik 12, 13 was, toen had ik het ook altijd heel erg druk. Dan zit je toch nog wat anders in elkaar, denk ik. Ja. Ja. Hey, heb jij ooit een... ik stelde wat zo leuk voor. Zullen we de Nether in gaan of een jungle tempel? Nou, jij zei, nou, doe maar jungle tempel. Maar ik heb er nog nooit een gevonden. Dat is één. Ik weet wel hoe die eruit ziet uit de video. Maar heb jij er ooit een gevonden? Ja. Oké, dus jij weet ook wat we moeten doen om niet dood te gaan. Want de eerste keer dat ik namelijk in een... zo'n piramide zat, ging ik gelijk dood. Hm. Ja, niet in mijn livestream, niet in mijn survival serie, want toen wist ik dus wat er komen kwam. Maar ik zou dus echt niet weten hoe die jungle tempel werkt. Jij wel? Ja, ik weet wel een beetje, maar... Zit daar TNT in of niet? Nee, maar wel een trap. En dan... moet je zeg maar een bepaalde code met levers omhalen en dan gaat er een geheim luik open waar dan een chest zit. Cool. Nou, het probleem zeg maar is dat... dat ik helemaal vergeten ben het begin van de dag op licht te zetten. Dat is natuurlijk een beetje jammer. Maar we willen het wel kunnen zien. Dit is de jungle waar Gijs en ik zaten rond te lopen. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk alles van waar we nu staan, als je één lange streep naar voren zou trekken, is alles aan de linkerkant hebben wij toen allemaal al bekeken. Dus eigenlijk hoop ik dat die jungle wat doorloopt.
En dat we dan een beetje naar voren en naar rechts moeten gaan. Oké. Okay. Dus ik hoop dat er wat is. Ik hoop dat de jungle niet ophoudt. Het zou best wel kut zijn. En bij mij laat hij ook voor geen meter. Dus ik zie zeg maar niet zoveel. Oké, wat gaan we doen? Ik ga de jungle in. Dan ga jij langs de rand van de jungle lopen, ja? Ja. En dan hoop ik dat we elkaar kunnen vinden. Ik hoop het. Oké. Ik ga gewoon recht door die jungle heen. En ik roep wel als ik je nodig heb. Als ik hem gevonden heb. Maar misschien vind jij hem wel. Oké, cool. Maar jij doet brugklas. Wat voor school is dat? Is het een beetje een leuke school? Ja. Ja? Zit je veel bij mensen die je kende van de basisschool of niet? Ja, best wel. En ik heb hem gevonden. Nu al. Ik ga elke aflevering met jou doen. Dit is niet normaal. Waar zit je? Als je aan de rand... Dan oh, heb je... ik heb hem ook gevonden. Oké, mooi. We zijn in één rechte lijn vanaf mijn huis naar de jungle gelopen. Dat hebben Gijs en ik ook gedaan, maar we zijn hier straal voorbij gelopen. Oké, ik ga kijken. Wauw, dit faalt echt zo hard. Ja, voor mij dan, niet voor jou. Oké, jij komt nou over alsof je zeg maar een Minecraft expert bent. Dus ja, beter vertellen we niet je Twitter en je weet ik wat, want dan wil iedereen jou toevoegen. Mijn taak is fakkels plaatsen. Ik kan dat. Ik heb fakkels geplaatst. Wat gaan we doen? Oh, omhoog? Oh ja, ja, ja. Hier zat toch tripwire ergens of zo? Ja, daarvoor moet je wel oppassen. Maar hier aan deze kant zitten de levers hier beneden. Kom eraan. Oh, klim omhoog. Ja, waar? Hier aan de rechter. Ja. Okay, welke moet ik? Deze? Ja, je weet dus nooit welke je moet overhalen. Dus dan moet je gewoon een beetje goed luisteren of je iets hoort opengaan. Ik hoorde net. Krrr. Dus als het goed is. Oh. Okay, oh, dat... je wordt beschoten. Kom maar aan. Waar was die pijl vandaan? Oh, hier is tripwire. En hier staat een kist. Oké, dat is echt. Er zit wat rotten flesje in en wat bones. Seriously? Dat is het? Hey, waar? We worden beschoten. Ga weg. Ah. Oké. Die schakel ik uit. Zo. Oké, dat was het? Er was alleen wat rotten flesje en wat bones? Ja. Meer niet. Nee, deze niet, nee. Maar we kunnen nog kijken of er ergens anders nog een geheime kist zit of zo. Oké, ik... Oh. Oké, daar hoorde ik iets op. Ik heb een mechanisme gevonden, want ik heb in mijn boosheid heb ik een hendel kapot geslagen. En... ik weet niet of dit de bedoeling is. Ik heb een kist gevonden. Nou, dat was dus wel de bedoeling. En ik heb goud! Yay. En 10 goud. Dat was het. Hey, pistons. Die neem ik mee, ja? Oké, maar dit was het gevaarlijke van de jungle temple. Eigenlijk dan. Ja. Dit was het. Ja. Shit, hé. Dan kunnen we beter maar weer teruggaan. En dan, ja. Ik had gedacht, hier kunnen we een hele aflevering mee vullen. Het vinden van een jungle temple. En dacht ik misschien dat het dan niet lukt. En dan moeten we het een tweede aflevering met iemand anders doen. Ja, Lisa, ik wil niet flauw zijn, maar je hebt een beetje mijn plannen verpest. Dus gewoon... Ja, ik had het anders voorgesteld. Laat het daarop houden. Nee, maar geef je, ik ben wel heel erg blij. Want het is wel tof dat we gelijk een nieuwe iets weg kunnen strepen van mijn to-do-list. En dat was toch wel een jungle temple vinden. Het enige wat ik nou nog moet doen is naar de Nether gaan en een burcht vinden. Zo heet dat toch? Ja. Nou, jij weet wat ik bedoel. Daar gaat het mij op. Maakt me niet uit of kijkers het snappen, als jij het maar snapt. Gaan we even fast forwarden terug naar huis. Home. TP lease naar dus. Zo. Ja, en vertel maar wat we dan gaan doen. Want je hebt het zelf een beetje verpest. Wat wil je gaan doen? Wat gaan we doen? We kunnen heel saai bomen planten met z'n tweeën hier. Daar heb ik dit voor gemaakt. We kunnen heel saai de farm uitbreiden. Dat is ook heel boeiend, denk ik. Of we gaan gewoon een kijkje in de Nether nemen. Ik wil naar de Nether, Lisa. Ja, ik ook. Oké, we gaan naar de Nether. Wat moeten we meenemen? Want ik heb hier allemaal spul wat ik beter niet daarachter wil laten. Maar wat moet ik meenemen?
Nou, een boog is wel handig met arrows voor als je een ghast tegenkomt. Oké, okay, een boog. Eten ook belangrijk? Dat is ook belangrijk. Oké. Okay. Een beetje zand neem ik ook altijd mee. Dat is toch wel handig. Ik heb een boog hier. Zo, ik heb een boog. Voor mij pak ik net de beste boog bij jou weg, maar. Oké. Okay. En lever die mag hierheen. En bones wil ik hier helemaal niet. Maar we moeten wel even ziek wat eten gaan maken, want ik ben bang dat ik het de vorige keer een beetje opgemaakt heb. Als jij nou eens even brood gaat maken, dan ga ik kijken hoe jij dat doet. Oké. Lui. Nee, maar dan hebben we voor mij voldoende. Die kip die mag hier wat blijven, daar hebben we niet zoveel aan. Kun ik bomen planten in een nether? Neem ik een boom mee. Nou, dat kan niet. En ik zou ook geen bed meenemen, want als je een bed neerzet in een nether, ontploft die. Oeh, direct? Ja. Oh, dat is op zich wel leuk. Nee, dat doen we niet. Nou, de Nether is hier. Dat heb ik gisteravond gemaakt. Ik heb hier hele avond een tunnel zitten graven. Ja. En ik ga, ben hier. Dit is mijn geheime basement. En dit is de Nether. Ik heb één kijkje genomen en toen ben ik teruggegaan. Want ik hoorde gelijk iets wat er op me afgeschoten werd. En daar ben ik niet blij van. Oké. Dus, daar gaan we. Spannend. Eerste keer in de Nether. Aflevering 21 met Lisa. En ik zie een zombie pik. Oh, ik zie een. Ah, dat beest is gruwelijk dichtbij. Waar is mijn bow? Moeten we hem uitschakelen of niet? Ja, anders blijft hij op je schieten. En ik zou oppassen dat hij de portal niet kapot maakt. Kan dat? Als hij erop schiet, Nee, dan. je schiet dat vuur terug. Ja, dat kan ook. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. En oh. Kom dan. Waar zit hij? Huh? Shit, hij is weg. Komt hij nog weer? Ja, ik denk het wel. Oké, die beesten, deze moeten we niet aanvallen. Nee, want dan komen ze met z'n allen achter je aanrennen. Met z'n allen. Oké, waar gaan we dan wel heen? Ik wil eigenlijk stiekem wel glowstone. Maar dat zit hier niet. Nee, zitten we echt serieus op een of ander zwevend eiland? Daar lijkt het wel op. Wauw. Ik maak een nether portal. Oh shit! Nee! Kan dat ding die rode blokken wegblazen? Ja. Want ik stond net op een puntje. En hij zit hier vlak onder. Kijk. Ik heb hem! Goh. Dat schot. Nou, ik denk dat wij er goed aan doen om even te kijken waar we eraf kunnen. Dat is daar, zo te zien. Laten we dat maar doen. Want ja, dit is. En wat nemen we mee? Wat is nuttig? Nou, heb je toortjes bij je? Ja. Dat is wel handig voor als we een Nether Fortress vinden. Oké, dus niet nu. Nou, als je de weg niet wil, als je niet wil verdwalen, dan is het wel handig. Oké, kom, we gaan de. Oh! We gaan deze kant op. Ik schrik me kapot. Ik loop recht tegen zo'n beest aan. Dit is voor mij gewoon zand. Daar neem ik wat van mee. Het ziet er leuk uit. Loopt er langzaam in. Dat is ook leuk. En we worden beschoten. Alweer. Leuke plek hier. Leuk idee van jou, Lisa. Kom, we gaan naar de. Oh, kut! Ik schiet het ding terug. Auw! Oh! Ik ben geraakt. Kut! Nee! Nee, 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 nee! Lisa! Lisa! Waar ben je? Ik sta in de fik. David is ergens doorheen gelopen. Oh, ik ben alweer uit. Want ik heb glowstone gevonden. Waar? Maar je bent de andere kant op gegaan. Je bent helemaal niet achter mij aangegaan. Als ik hier nou dood was gegaan, dan had niemand het kunnen navertellen. Nee, geef niet. Ik ga ook glowstone zoeken. En voor mij ben ik op de goede weg. Ik heb paddenstoelen gevonden. Zijn die speciaal hier? Of zijn het dezelfde als thuis? In de normale. Zijn dezelfde als daar, maar hier kan je er heel veel vinden. Ja, inderdaad, zeg hij. Holy moly. Oké, ik ben. Oh, dat zand is vervelend om in te lopen. Zo, ik ben er uit het zand. En ik heb wel geteld 0 glowstone gevonden tot nu toe.
En jij? Ik heb best veel. Tuurlijk. Je vindt ook een Alleen word ik wel weer beschoten. Ik ook. Daar ben je niet speciaal in. Maar deze keer. Ik heb er één. Dan gaan we hier naar beneden. Is het verstandig om hier naar beneden te gaan? Het antwoord zal ongetwijfeld nee zijn. Shit. Lisa, ik begin me af te vragen of ik überhaupt een slechtere plek had kunnen bedenken voor mijn portal te plaatsen. Of heb je dat niet in de hand? Nee, hè? Nee. Zeg maar gewoon nee, anders lijk ik heel stom. Ik zit in een soort cave en het leidt helemaal nergens naartoe. Ik ga jou weer opzoeken, want ik ben gefaald in mijn zoektocht naar glowstone. Jij hebt het natuurlijk wel weer voor elkaar. Ja, best veel. Dat betekent, ja, dat is wel best. Mag je nog wel een keer zeggen hoor, dat je heel veel hebt. En dan ga ik zeg maar zometeen opscheppen met de eer dat ik het gevonden heb. Oké. Dan zeg je echt niet. Je moet een beetje voor jezelf opkomen hoor. Moet niet. Ja, waar heb je dat gevonden? Helemaal daarbovenaan of zo? Nou, vlak bij de portal. Is echt zo makkelijk, ja. Ik weet ook niet eens waar je bent. Weet je nog waar de portal is? Dat ben ik nu. En dan, okay. ben jij zeker daar over dat... Oh, ik zie je. Ja. Ik wil ook een klein beetje glowstone vinden eigenlijk. Ik heb bijna een stack glowstone. Wow. En wat... Ja, van het dust, hè? Ja, van het dust. Dat heb je allemaal hierboven gevonden. Oh. Ja. Verrek, zeg hé. Oké. Jij bent daar bezig, maar ik zie hier ook glowstone. Dus ik denk dat dat voor David is. Zit hier ook nog wat? Ik ben wel lui, dus ik zoek het makkelijkste glowstone. En nothing interesting here. Nee? Oké, dan gaan we dat weghalen. Geef mij een paar minuten en ik heb glowstone. Oké. Maak het vuur wel even uit, want dan val ik in. Zo ben ik. Pas op. Oh, zit dat beest er weer? Ja. En dan is het ook nog eens een keer zo dat ik, als ik hier glowstone laat vallen. Oh, dat meen je. Oké, ik moet een platformpje maken. Bescherm je mij, Lisa? Ja. Kun je het? Weet je het zeker? Als je faalt, dan ga ik dood, hè? Maar wat nou als... Oh. Ja, ik heb er drie. Maar wat nou als die portal kapot gaat, dan zitten we hier vast. Ja. Hoe komen we dan weer weg? Je dood laten gaan. Ja, die is gek. Oké, okay, dat is de enige optie. Ja, eigenlijk wel. Shit, hé. Ik word beschoten, Lisa. Ja, ik probeer mijn best. Ik doe mijn best om te killen, alleen. Dat is moeilijk. Oké, daar gaan we dan. Oh, ik zie een ding voorbij vliegen. Dat scheelde niks. Volgens mij is hij dood. Wat zei je? Volgens mij is hij dood. Ja, ik hoor hem ook niet meer. Wat een verschrikkelijk geluid hebben we die beesten ook trouwens. Nou, we zijn natuurlijk expres gedaan. Voor mij valt de helft in de lava, maar het gaat om het idee dat ik ook wat heb gepakt. Ja, ik probeer zoveel mogelijk op te vangen. Oké, ik heb er 50. Ik ben tevreden. We gaan gauw terug voordat ik doodga. Oké. Ga mee? Oh. Moet ik daar niet naar beneden vallen? Het,
ik hoor van mensen dat ze altijd gelijk doodgaan de eerste keer dat ze in een nether zijn. Het valt wel mee. Ja, nou ja, dat zijn dan misschien ook weer... Misschien dat die mensen gewoon niet zo goed zijn, hoor. Want ja, het is niet, zijn niet allemaal mensen die zeg maar in één keer, in letterlijk één minuut dat ze in een jungle staan, een jungle vinden. Een tempel. Oké, als ik hier nou in ga staan en ik sla zo'n varken, wat gebeurt er dan? Gaat hij dan mee? Nee, hij gaat niet mee, maar de volgende keer dat je terugkomt, dan zijn ze nog steeds boos. Oh, nou dan, ik ben eruit. Ik ook. Oh, cool. Kom, we gaan kijken wat we allemaal hebben gehaald. En dan, ja, dan is de aflevering ook alweer voorbij, want we zijn al zo lang bezig. Je bent te snel. Al mijn doelen zijn bereikt vandaag, eigenlijk. Shit, hé. Oké, glowstone. En gunpowder. En ik heb zelfs 6 van die rode blokken gehaald. Cool, hè? Wat heb jij? Ik had er 5 en ik had een stack en 4 glowstone dust. Wow. Wij hebben echt een top aflevering gehad. We zijn gewoon in de nether geweest. Maar ik zit met 1 probleem, Lisa. Hoe noemen we de titel? Als jij dat nou eens bedenkt. Want we hebben een jungle temple en we zijn voor het eerst de nether in gegaan. Dus wat maken we daarvan? Nether temple? Klinkt goed, toch? Het klinkt goed, ja. Dacht ik ook. Nou, jongens, Lisa heeft besloten. Het wordt Nether Temple. Daarom zitten jullie daar nu naar te kijken. En hey Lisa, ik wil jou in ieder geval hartstikke bedanken voor de hulp. Ik vond het super tof dat je even mee wil helpen. Ja, ik zou zeggen, zeg maar even doei tegen 30.000 kijkers. Je kan het. Je staat in beeld. Doei mensen van Dus David Games. Bedankt voor het kijken naar deze super coole video. Nou, je hoort het. Even een like geven, jongens. Favorieten. Abonneer op Dus David Games. En laat jouw Skype ook even achter in de reacties. En misschien bel ik jou de volgende keer wel. Tot ziens. En doei, Lisa. Doei.